Niet alle materialen zijn geschikt om als diffuser te gebruiken. Je kunt natuurlijk van glas een opaalplaat een diffuser maken. Je kunt ook een diffuser maken met een textiel. Je kunt ook een steensoort gebruiken, zoals Onyx. Wij beperken ons tot 3 soorten kunststoffen. Wij zijn de kunststoffen. Acrylaat, dus perspex, plexiglas, is qua lichteigenschappen verreweg het beste materiaal om diffusers te maken. Het materiaal is heel erg zuiver. Het is kleurecht. Het laat zich gemakkelijk in kleine hoeveelheden produceren. Het laat zich gemakkelijk bewerken. En het is relatief goedkoop. Dus acrylaat is het materiaal dat onze voorkeur geniet. En binnen acrylaat moet je in feite nog onderscheiden: extrusiemateriaal en gegoten materiaal. Gegoten materiaal kun je het meest flexibel produceren. Maar steenmateriaal, extrusiemateriaal, heeft geen dikte tolerantie. En dat is vaak ook waar. Acrylaat is dus. Voor ons 60-70% van wat we hebben aan diffusers is acrylaat. Een nadeel van acrylaat, helaas heb ik het een nadeel, is het wil branden en je kunt het kapot krijgen. In sommige situaties is dat niet wenselijk. Het brandgedrag van andere kunststoffen, en dat zijn polycarbonaat en PETG, is veel gunstiger dan acrylaat. Polycarbonaat en PETG mogen gebruikt worden in openbare ruimtes. Dus acrylaat mag dat niet, van de brand, polycarbonaat en PETG mag wel gebruikt worden, PETG zelfs op schip worden. Dat wil dus niet zeggen dat deze materialen 100% gevaarloos zijn, want als er natuurlijk brand is, dan de kunststoffen altijd op een bepaalde manier mee en altijd zwart natuurlijk. En gebruik de kunststoffen niet boven vluchtwegen, want kunststoffen willen vervormen, dat zijn thermoplasten. Nou, dat brengt ons meteen op het grote voordeel van PETG. PETG is een kunststof die zich bij een hele lage temperatuur al heel goed laat vormen. Dus als je complexe verlichtingsprojecten wil maken, moet je vacuüm vormen of duiden, dan is PETG de kunststof die het meest geschikt is. Oftewel even samenvattend. Acrylaat heeft de voorkeur, is ook het gemakkelijkste regelen, is prijstechnisch goed. Polycarbonaat gaan we doen wanneer het slagvast moet zijn en dan moet een bepaalde brandclassificering hebben doen. En PETG gebruik je wanneer het heel gemakkelijk vormen moet zijn. Ik was van plan geweest om wat te demonstreren hoe het ging met de slagvastheid, maar het is een beetje gegaan. Dus dat doen we niet. We hebben het nu gehad over het soort kunststoffen. En nu gaan we praten over de diffuser-indeling, hoe goed ze dat ze zijn. Omdat er zoveel zijn, omdat performance ook verschillend is, heb ik het in 3 groepen gedeeld. Ja, kunststoffen die het heel goed doen, kunststoffen die het goed doen, de professionele en de ouderwetse bestanden. En daarnaast hebben we dan ook nog in de structuur te hebben, maar daar komen we later. Het is gewoon zo dat de standaard kunststoffen, zoals die er altijd waren, die deden een redelijke spreiding van het licht en lieten wel wat door. Daarna hebben we een groep gemaakt die meer licht wil laten en ook goed diffuus maakt. En de advanced diffuser, de meest recente groep, die doet beide. En veel diffuus maken, goed licht spreiden en veel licht doorlaten. En dat is wat we willen. We moeten dan wel speciale additieven gebruiken, maken het materiaal wat duurder, maar de prestaties zijn naar de markt. Ik wil graag een basis maar welke plaatjes moet je doen? Ja, dat is een hele leuk. In feite is het vrij simpel. De budget bepaalt het. Als we dus vanuit de bus zitten redeneren, dan is de standaardplaat de gemakkelijkste oplossing. Dan heb je dus ledstrips erachter en de standaardplaat ervoor. Of, als je nog iets goedkoper wil en gemakkelijker, knoopcellen. Dan kun je ook nog wat vlakker gaan werken. En dan heb je nog sneller gehaald. Heb je iets meer budget, dan kun je dus werken de platen meer licht doorlaten. En toch goed spreiden. Dus dan kom je bij de professionele diffusers of bij advanced diffusers. Dit gaat alleen op voor wanneer het een vlakke balie is. Dus niet een balie met een hoek erin. Als we een balie hebben met een hoek erin, of een balie met open bovenkant, dan krijg je een heel ander verhaal. Als er sprake is van een bar of balie die een hoek heeft of op een bovenkant. Nou, ik heb er een opstelletje voor gemaakt. Kijk, hier is de hoek. En je ziet een achtervlak met ledstrips.
en nog met leslips. Dus dit is een klein stukje van een grote balie. Je ziet dat het niet zo fijn gaat er in die hoek. Het is duidelijk donker. En het maakt niet uit welke diffusers er ik neem. De truc die we hebben bedacht werkt bij alle diffusers hetzelfde. Wat we namelijk gaan doen, we gaan een extra strip om de 45 graden in de hoek zetten. Even kijken. Yes. Je ziet dat nu de hoek egaal verlicht is. En we kunnen dat zelf nog een beetje tunen ook, afhankelijk van de situatie. En de afstand kunnen we wat de hoek iets meer naar voren of naar achter zetten. Om zo precies te tunen hoe egaal dat het licht wordt. Dit is dus een perfecte oplossing. Maar dit gaat niet met knoopcellen, dit gaat alleen maar met ledstrips. We zullen je nu laten zien wat er met knoopcellen gebeurt. We hebben dus een balie gemaakt met knoopcellen. Je ziet dat hier het helemaal fout gaat. Er blijft een lichte rand over van de uitstraling van de knoopcellen aan de voorkant. Kijk, hier hebben we knoopcellen. Rechts van voren valt het zo mee. Nu ga ik hem draaien en nu zullen we zien dat er steeds meer licht uitkomt. Dus dit licht wat er zijdelings uitkomt, dat veroorzaakt de witte band hier op de balie. Dus knoopcellen zijn niet geschikt voor drie-dimensionele producten. Dat gaat gewoon niet. Ik wil graag een handontwerp voor in mijn huis. Er moet heel veel licht geven. De lichtblad is led en de afstand tussen de led is 40 mm. Dat moet ik gebruiken. Voor thuis, voor verlichting die ook aangenaam moet zijn, die niet aan is, moeten we dus niet op platen gebruiken met al te hoge doorlaat, want dan worden ze groezelig. Kijk, als je dit soort platen gebruikt, dan is het groezelig. Als het licht uit is, aan is, is het niet zo mooi, maar het is te smeren. Dus daar worden 50% platen gebruikt. Die zijn redelijk wit, zeker als je een wit armatuur hebt van binnen, en die spreiden het licht ook goed. Hè? Dit is een diffuser van een hoge kwaliteit. Dit is een diffuser zoals die heel veel in de verlichtingsindustrie gebruikt wordt. Er gaan echt zeer grote hoeveelheden. Verkopen je van heel mooi lichtneutraal. Ja, het maakt het licht niet koud of warm. En spreidt goed. En mocht het een brandclassificering nodig hebben, dan gebruiken we dit type. Ook neutraal, iets minder dan de tachylaat. En nog steeds een zeer efficiënte plaat die ook als het licht uit is, behoorlijk wit is. Alsjeblieft. Ik heb een licht van Eindspaas Lightpad bij jullie besteld, maar wat voor diffuser moet ik hiervoor gebruiken? Oh, nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is heel gemakkelijk eigenlijk. Maar dan had je zo weinig ruimte dan. Ja. Dus het ging niet normaal, dat je kon nog geen leds had. Dat klopt. Nou ja, goed. Lichtgeleidingsplaat. Dus dat is een acrylaatplaat en daar zitten krasjes in, of er zitten puntjes in gelezen. En dat kerst het licht eruit. Nou, in feite, het enige wat we hoeven te doen, is ervoor te zorgen dat je die puntjes of dat raster niet meer ziet. Dus als je een 50% diffuser neemt, dan is het natuurlijk gemakkelijk weg. Maar eigenlijk ben je dan meer licht kwijt dan dat nodig is. Je kunt ook een diffuser nemen die 70 of 80% doorlaat. Ik heb er zelfs een die 85% doorlaat en nog steeds diffuser. En dan heb je heel veel licht en toch zijn die streepjes en puntjes weg. Dus dit is een hele gemakkelijke.